Als je Smash op de 3DS al kapot hebt gemaakt, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want 5 december, dan komt de Smash Bros. Op de Wii U uit. En ik ga hem nu al spelen. Als je Smash al hebt gespeeld op de 3DS, dan weet je eigenlijk wat je hier kan verwachten. Het feest van herkenning, want elk personage die in de 3DS-versie zit, die zit hier ook gewoon in. En die speelt ook precies hetzelfde. Het verschil zit hem eigenlijk vooral in de levels. Die zijn allemaal geïnspireerd op een beetje console Nintendo games. En in de game modes. En dat zijn er echt te veel om op te noemen bijna. Je kan je eigen levels maken. Je kan met z'n achter tegelijk spelen. Dat is echt de chaos, je wilt niet weten. Je kan classic mode doen. Je kan alleen tegen Master Hand opnemen. Je kan het event challenges kan je doen. Er is zelfs een bordspel. Dat is een soort Mario-achtige ding. En dan verzamel je stats. En dan kan je uiteindelijk ook personages verzamelen. Dan kan je tegen elkaar opnemen. Het is echt zo fucking veel. Dat het bijna overdonderend is. En dan is het eigenlijk wel fijn ergens. Dat ik allemaal precies weet. En jij ook waarschijnlijk. Hoe je het moet spelen. Dat je alles onder de knie hebt. En dat het gewoon met deze Wii U versie een kwestie is van vrij spelen. En heel veel van al die modes gaan verkennen. Nou, op 5 december dan komt hij eindelijk uit. En dan kunnen we beginnen met het verzamelen van hoedjes en muziek en van stats en van levels. En alle andere dingen waar je die in deze game allemaal kan vrijspelen. Ik kan persoonlijk niet wachten. Dus als Sinterklaas eindelijk opgerot is, kunnen wij gaan smashen.